familie doen eens wat je noemt een kruis. Ten eerste woont mijn schoonmama gewoon bij mijn huis. Ten tweede die om al het over straat zit te gaan. Nou, die wist voor de hele dag zijn eigen lust overgaan. Tante Rip en tante Jetty hebben me erop. Dat je je soms afvraagt, waar zit op hun kop? Verder wat mijn vrouw betreft, nou, dat is pas een stoot. Die dat had een zwak voor haar en die is nu dus dood. Leuk van een Josie, hou ik zeer. Zo'n lieve en beschaafde oude heer. Want het is een blije ongewekt. Als ik hem maar tegenkom, zegt hij direct. Ja, ik ben oom en Josie, ik kan er niks aan doen. Als iemand bij de hand wil zijn, wil ik hem vak me toe. En als hij me iets doms vertelt waar ik mijn moer aan heb, dan trek ik hem zijn kop erop, me slaap op zijn bek. Ja, ik ben oom en Josie, ik kan er niks aan doen. Als iemand bij de hand wil zijn, geef ik hem vak me toe. En als hij dan iets doms vertelt waar ik mijn moer aan heb, dan trek ik hem zijn kop erop, me slaap op zijn bek. Er zijn meer dan 200 anekdotes over mijn oom Josie. Die ga ik jullie allemaal één voor één vertellen. Zo is mij bijvoorbeeld de volgende anekdote met hem gebeurd. Ik gaf een keer een etentje voor mijn chef Koolheen. Ten slotte wil ik al voorop, jullie weten hoe ik ben. Ook Moskowitz had ik gevraagd. Ze heeft door mijn chef geacht. Want die heeft een chique kantoor hierop tegen. Josie binnen, een flinke borrel op, zegt meteen tegen Koen, wat doet dat varkenskop? Draait zich om naar Moskowitz en zegt dan me heel wat. Vasily, die advocaat, zegt een zitting. Ja. Beide rollen open en rennen snel. Lijkt mij ik aan mijn lijst, voorgoed, vaarwel. Oom en Josie grijnt, helemaal wijn. Frat en broer leggen op de tand van mij. Zo was mijn oom en Josie, wij konden niks aan doen. De dag erna kreeg ik de zak in zat ik zonder. Ik vond ook nergens anders, even dat blijft duur. En startte toen een handeltje in mijn stafel zuur. Zo was mijn oom en Josie, wij konden niks aan doen. De dag erna kreeg ik de zak in zat ik zonder. Ik vond ook nergens anders, even leven dat blijft duur. Zoals gezegd, en toen zo'n 200 anekdotes over om Josje in Londen. Maar hier moet ik hier stoppen. Dus laten we stoppen. Maar om het af te ronden, nog eentje dan. Oma Josje had een keer zijn heel erg pijn. Ergens in de maagstreek, maar het kon ook het hart zijn. En de dokter zei hem, dat is vast de sfeer. Zou het niet het beste zijn als ik u overleef? Nee, nee, want als ik overleef, dan ben ik zeker dood. Ik doe het vast verkeerd. Toen beval de dokter hem naar het ziekenhuis te dragen. Maar men hem nog onderzocht tot zonder veel te vragen. Tenslotte zwak het oude specialist. Gewonnen schelden, onbetwist. Geef mij dus een luister wat u zegt. Nee, oom Josie, want de pijn is weg. Ik ben oom Josie en ik kan er niks aan doen. Ik laat niet in mijn strijd nog niet voor een miljoen. Hij gaf de arts een poeier, maar hij zijn bakte toen zijn been. We gaven hem een stuintje, zei hij, u gaat nergens heen. Blijf jouw interniste voor een beetje extra geld. Verdoofd hem met chloroform tot hij wordt uitgedeld. Hoera, zei de oude